Arjan, vandaag wedstrijd tegen Canada. Een serieuze waardemeter, denk ik, voor dit Nederlandse team. Nog één keer, sorry. Vandaag tegen Canada, een serieuze waardemeter voor dit Nederlandse. Ja, vind ik wel. Ik ben heel blij met dit soort wedstrijden. Ik ben niet blij met de uitslag. Ik vind wel dat dit soort wedstrijden ons verder kunnen helpen en zullen helpen in waar we mee bezig zijn. Ja. Jullie hadden twee verschillende tegenstanders. Canada speelde erg hoog. Zet het bijna uit vast op de middellijn. Nieuw-Zeeland liet iets meer ruimte, liet meer de opbouw toe. Het zijn wel twee goede oefeningen voor Nederland. Jawel, nee, ja, ik denk dat Canada van een hoog niveau is als Nieuw-Zeeland. En dat heeft niet alleen te maken met uiteindelijk hè, met de einduitslag. Maar wel dat, ja, dat je gewoon wel ziet dat hun voorin meer een vuist kunnen maken. Ik denk ook vandaag meer als ons. In Nieuw-Zeeland krijgen amper een kans en was denk ik gewoon een verdiende overwinning. Ja, dit is wel waar we een antwoord op moeten gaan vinden, vind ik, in verdedigend opzicht. En aanvallend denk ik dat we toch zeker in meer dan genoeg momenten in de eindfase komen. Ik denk dat we daar wel iets te weinig uit hebben gehaald. Gewoon, ik denk soms iets meer te schieten. Of niet de bal breed blijven spelen dat een ander hem wel weer kan schieten. Dat mag wat opportunistischer rond die 16 meter. Ik weet dat jullie dinsdag nog eens tegen Canada spelen, maar hoe is voor jou tot nu toe deze week verlopen met jouw team? Ja, goed. Ik vind het super, super leerzaam. Ik ben heel blij dat met deze wedstrijden en ik hoop dat we dit soort weken mogen blijven spelen. Dat is goed voor het team en zowel in de kern als in de breedte. Dus daar gaan we mee verder. En heb jij nieuwe accenten voor ogen die je in dit oranje wil brengen? Nee, ja, goed, de accenten die we hebben ingezet, die veranderen niet zomaar. En ook daarin in de speelwijze. Dus we willen gewoon wat meer gaan creëren door de opbouw van achteruit. De kracht van ons team met de momenten dat we hem veroveren en dat we dan snel diepte kunnen benutten. Die zijn al sterk en die moeten we gewoon uit gaan buiten. Hadden we vandaag misschien wel iets meer mee kunnen doen. Dus in die zin gaan we niet hele andere dingen doen. Het is wel dat we dingen beter en beter willen gaan doen. En dan hebben we weerstand nodig, omdat we daar willen toetsen. En daarvoor zijn we in deze wedstrijd. Ja. En dan zijn vooral deze wedstrijden tegen ook sterke teams nodig. Ja, dan heb je deze wedstrijden nodig. En dan gaan wij er beter uitkomen, dat weet ik zeker.